Ontdek het brede assortiment aan halal vlees en kip op halalslagerijthuis.nl. Gratis thuisbezorgd tot aan de keuken. Beschikbaar in grote delen van de Randstad. Kies voor gemak en bestel uw halal vlees en kip op halalslagerijthuis.nl. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Mountains Flame. De expert in cinewalls en de meest realistische vlammenbeeld in elektrische sfeerhaarden. Kijk op mountainsflame.nl en ontvang 10% korting met de kortingscode. Direct vanuit Saoedi-Arabië, over heerlijke en unieke dadels. Wij bieden u verschillende soorten dadels aan, zoals chocoladedadels, dadeltreffels, de ajwa, safawi, mabroom en nog veel meer. Kijk op onze website nagilaliya.nl. Qua rechtvaardigheidsgevoel moet er een hiernamaals zijn. Ja. Dan word ik ingehaald, want ik rijd nooit zo hard, ja. door een auto met 4 Marokkaanse jongens. Ja. Hup, dat ding op de rem, volle bak op de rem op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. En dan kom ik langs, ja. Lopen. Hansie! Hans Kraaij, weer een hele leuke gast in deze serie. Dan moet je nog afwachten, hè? Nou, ik vond in ieder geval tevoren een hele leuke gast. Toen jij zei ik wil meedoen, dacht ik, ja, leuk. Hans zou perfect passen in het rijtje. Jullie hebben ook een prachtig programma, dus ik kijk naar jullie. Oh, je kijkt naar ons. Oké, okay. Hartstikke mooi. Ja. Ik vond Jeroen Pauw echt heel erg goed. Ja. En ik wou je een compliment geven, maar ga ik nog niet doen. Oké. Nee, dankjewel. Toch zeg ik dankjewel. Nee. Maar ik begin deze gesprekken altijd met van de dood. Jij hebt, wat ik dan in ieder geval opgezocht heb, wat ik de laatste jaren gehoord heb, is dat jij vaak, wel redelijk vaak in het nieuws bent gekomen rondom de dood. De dood van je vader, van je moeder, je ex-vrouw bijvoorbeeld. Kun jij iets vertellen over hoe jij de dood ervaart? Poeh, dat is wel de... Ja, dat is wel heftig. Dat is wel de moeilijkste vraag die ik ooit gehad heb. Ja. Ik ben ook niet iemand die op zijn voorhoofd gaat zitten krabben als er een vraag gesteld wordt. Ja. Dat doe ik ook voor het eerst nu. Ja. hoe je de dood ervaart. Ja, je moet het de dood ervaren. Ja, dat moet je... Ja, dan denk ik eerst aan je eigen dood. Maar ja. Dat onderga je, dat ervaar je denk ik niet, hè? Maar hoe ik het ervaar met mijn moeder. Ik was wel een beetje moederskindje. En mijn moeder is een ontzettend, daar praat ik nog steeds in de tegenwoordige tijd. Mijn moeder is een ontzettend lieve vrouw. Die eigenlijk zo ongelooflijk veel voor de carrière van mijn vader heeft betekend. Mijn vader is natuurlijk voetballer geweest van Feyenoord. Hans Kraaij senior. Het Nederlands elftal een aantal keren gehaald. Trainer geweest van Ajax, van Feyenoord, van PSV. En mijn moeder heeft ze eigenlijk compleet weggecijferd. Ontzettend mooie vrouw. Mijn moeder was fotomodel in Utrecht. En heeft alles opgegeven vanaf het moment dat ze mijn vader tegenkwam. En zo'n ongelooflijke lieve vrouw, die ging dementeren, is nu 3 jaar geleden overleden, is daarvoor 5 jaar van de een op de andere moment echt wel flink aan dementeren gegaan. En ja, dat doet zoveel pijn als ze jou Pietje noemt en dat ze mijn vader, de liefde van haar leven, Pietje noemt. En dat je vader elke dag, dat je hem ziet en spreekt, Hans, vandaag gaat ze me wel weer herkennen. Vandaag weet ze wel weer wie ik ben, zei hij dan tegen mij. En elke keer weer die teleurstelling. En om een stoere trainer van Ajax, Feyenoord, PSV, ja, 4, 5 keer in de week te zien huilen. Ik had hem nog nooit zien huilen. En ja, het was eigenlijk een soort... De dag dat mijn moeder overleed, het was een soort, dat klinkt wel heel, een soort opluchting voor mijn vrouw Sophie en ik naar mijn vader toe. Dan ga je niet hopen op iets wat nooit meer komt. Ja. Maar goed, 3 maanden later ging mijn vader, die is gestorven van, die is verdronken in zijn tranen. Toch? Dus 3 maanden nadat je moeder overleed, 3 maanden overleed je vader? Ja. En was die ziek of was die? Die is gewoon verdronken van verdriet. Die hield zo ongelooflijk. Wij dachten altijd, die achtelijke voetbaljungle waarin we allemaal zitten, de volgende wedstrijd moet er gewonnen worden. En je ziet van die gestreste trainers, dat was mijn vader ook. Mm-hmm.
Als je in zijn broekzak of in zijn kostuum of altijd opstellingen als Feyenoord tegen Ajax moest. Hoe gaan ze Ajax bestrijden en peilen en dit en dat. Maar er was maar één ding wat hem echt interesseerde, was mijn moeder. En ja, ja, verdrinken in je verdriet. Ja, vreselijk. Hoe ik Hans Kraaij senior format was een ja, sterke, ja, stoere man. Stoere man. Wenkbrauwen, ja, open koppen, ja, 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 tegen Real Madrid. 9 hechtingen erin, terugkomen op het veld. Dan die andere wenkbrauw open koppen. Ja. Daar 10 hechtingen in. Ja. En dan met ja, dan ook nog de winnende goal maken. Ja, daar stond hij wel een beetje onbekend. En hoe, maar als je dat dan zo afzet, naar dan opeens zie je hem eigenlijk in de laatste 3 maanden van zijn leven zo huilend denken aan de dood van zijn vrouw. Hoe kun je dat beschrijven? Ja, mijn Sophie, die, ik heb een zus, Nicolette, een broer Jeroen. Maar met name Sophie en mijn zus. Op de een of andere manier durfde hij zich daar eigenlijk heel erg te uiten. En wat hij tegen mij niet durfde te zeggen, zei hij wel tegen mijn vrouw en tegen mijn zus van... Ik hou zo ongelooflijk veel van Lia, dat is mijn moeder. En hij had het al een half jaar voordat mijn moeder overleed gezegd, voor mij hoeft het niet meer. Als zij er niet meer is, dan is er niks meer. Dus ja, vanaf dat moment, het is een veel te lang antwoord naar jouw vraag. Deed dat je pijn ook, of kun je dat zelf? Ja, ja, het deed me elke dag pijn. Het deed me elke dag pijn. Ja. Het, ja. Hele lieve mensen die veel te veel verdriet hebben gehad. Uiteindelijk, je moeder is gestorven, je vader kort erachteraan. De dood, wat denk jij daarbij? Wat is het? Wat kun je... Nou ja, ik was net wel heel erg serieus. Ja. Maar ik ben een stukje ouder dan mijn vrouw. Mm-hmm. Ik heb wel tegen mijn vrouw gezegd, als ik er niet meer ben... Mm-hmm. Ik hou je in de gaten, hè. Hoe oud ben je nu al? Ik ben 61. 61, ja. En Sophie is 36. Ja. Ik zeg één ding. Ik ga je in de gaten houden. Ik heb in mijn leven alles verkeerd gedaan voordat ik Sophie tegenkwam. Ja. Heb ik alles verkeerd gedaan met vrouwen. Ja. Wat ik verkeerd kon doen. Ja. Ja, dat heeft ook heel veel alimentatie gekost. En het was echt, welke camera? Het was allemaal mijn schuld. Als mensen uit elkaar gaan, dan zeggen ze wel eens 60% mijn schuld, 40% haar schuld, nee, 80, echt. 20, nee, 100 tegen 0. Allemaal mijn schuld. Wat een lul. Was het zo erg al? Ja, wat ben ik een ongelofelijke lul geweest, maar ik heb er ook wel ongelooflijk van genoten. Ja. Maar, ik zeg tegen Sophie... Als ik er niet meer ben, laat ik er niet achter komen dat er hier ooit nog een keer een andere man in huis is. Jullie zijn de laatste 2 geweest. Er komt hier geen andere, want ik kom terug, hè? Ik kom echt terug. Ja, vrouw, hoe voel jij, jongen? 30 jaar? Ik reken dat niet elke dag uit. Rond de 30 jaar of zo. Meestal s'morgens zie je dat heel erg. Ja. Wat vind je van de dood? Vind je het iets eng? Ja. Vind je het iets? Ja, ik vind het eng. Ja. Ik vind het wel eng. En ik ben ook nog ik ben ook nog misdienaar. Ik ben katholiek opgevoed. Ja. Ik ben zelfs misdienaar geweest. Oh echt? Ik speelde in de jeugd bij Feyenoord en was misdienaar. Plaatselijke katholieke kerk daar in Rotterdam. Ja. In Krimpen aan de IJssel. Okay. Was ik een misdienaar, heb ik nooit tegen de jongens gezegd. Anders word je gepest. Hè? Constant gaan ze zitten zeggen. Ja. En toen geloofde ik echt in God. En maar op een gegeven moment heb je, als je echt teleurstellingen krijgt zoals je ouders verliezen. Mm-hmm. Ik weet het niet of meer mensen dat hebben, maar ja, ik ben dat vertrouwen een beetje kwijtgeraakt. Okay. Dus misdienaar geweest, dan heb je toch wel affiniteit. En daarna bleef je in God geloven? Ja, bleef ik in God geloven. Vooral als ik hem nodig had. Ja, voornamelijk. Ja, God help me alsjeblieft. Ja. Want, maar ook in de tijd dat mijn vader zoveel verdriet had en mijn moeder zo slecht ging, heb ik echt wel vaak, God alsjeblieft. Weet je, je staat ook wel eens op en dat je dat gewoon zegt zonder dat je naar boven kijkt. God, help me in Gods alle Jezus naam. Ja. Dat roep ik dan. Ja. In Gods alle, help me. Maar ja, ik heb nu ook iets van, als die man
iedereen maar gaat helpen, heeft hij best wel druk, niet? Nou ja, kijk, je weet wat wij als moslims zeggen, is van, je weet niet waar legeren in zit. Legeren is van, je weet niet waar wijsheid of goedheid in zit. Ook al lijkt het voor ons soms, een broeder die gaf bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Hij zegt bijvoorbeeld, stel je voor dat je bijvoorbeeld iemand zijn been geamputeerd ziet worden. Mm-hmm. Dan denk je in eerste instantie, als je niet weet dat dat een operatie is, denk je, wat bruut dat die man zijn been eraf wordt gehakt. Maar eigenlijk red je daarmee wel zijn leven. Dus wij zeggen zoiets van, soms hebben wij mensen niet door waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. En dat we dan achteraf pas snappen waar eigenlijk de goedheid ervan in zat. Ja, dus, maar heb je dat in veel gevallen? Dat je later pas snapt wat... Nou ja, ik heb dat in mijn leven heel vaak gehad. Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld niet werd aangenomen voor een bepaalde functie, een bepaalde baan. En ik achteraf al ben ik blij dat ik daar niet... En dat ik dat nu... Dat een teken is? Ja. Dan heb ik... Dan heeft hij jou geholpen. Dat heeft mij echt... Soms, maar op dat moment baalde ik. Dat ik dacht van, oh, dat was een goed salaris. Dat had ik graag gewild. Of een bepaalde klus. Of een bepaalde... En dat ging dan niet door. Dan denk ik, Maar jij ziet dat niet als pech. Jij ziet dat toch als een teken. Ik zie dat als een zegen. Een zegen? Ja, achteraf. Want echt... 9 van de 10 keer maar achteraf. Zegen van? Een zegen van, dat was niet goed voor mij. Okay. Op dat moment denk ik wel van, ja, ik had het gewild. Maar God die denkt dan van, eigenlijk is het niet helemaal goed voor jou. Ook al wil jij het. Ben jij bang voor de dood? Ik ben, doodgaan op zich ben ik niet bang voor, maar ik ben meer bang van, heb ik wel goed gewerkt voor mijn hiernamaals. Kijk, wij geloven als moslims in een God. En wij moeten rekenschap gaan afleggen. Dus die... Maar zo diep zit ik er niet... Ja. Jullie worden alleen maar geaccepteerd als je gewoon enigszins binnen de regels geleefd hebt? Nou ja, hij rekent... Anders dan... Nee, je gaat... Dus jullie moeten met een paspoort de grens over? Die paspoort zijn je goede daden. Ja. Ja, kijk, heb ik heel slecht geleefd met slechte daden. Stel je voor, ik jat en ik doe allemaal slechte dingen en ik kom te overlijden. Ja, dan heb ik een probleem. Zijn wij goed getraind voor het feit dat we dadelijk God ontmoeten? Dus dat vind ik eng. De dood zelf, ja, daar moeten we gewoon doorheen. Natuurlijk is dat eng, maar ik vind het enger van... Zijn mijn daden wel genoeg voor wat er allemaal komen gaat? Ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat hij... Ik heb veel mensen... Nee, ik vind... Ja? Ja, dat, veel mensen trainen om een marathon te lopen. Veel mensen trainen om de beste voetballer te zijn. Ja. Jij... Bij moslims. Niet allemaal, ja, maar niet maar alle moslims. Veel moslims, toch? Veel moslims trainen om, om redelijk clean naar boven te mogen. Ja, want wij op de dag dat we rekenschap moeten afleggen, dat is voor ons de wedstrijd. Dat is voor ons de Champions League finale. Van die dag komt eraan. En dan heb ik daar wel goed voor getraind. Heb ik alleen maar hamburgers te vreten, heb ik nooit getraind. Ik kan niet eens rennen, ja, dan gaat het veld maar in, dan lukt het je niet. Maar jij hebt ook wel eens dat je zegt van... Ik maak zat fouten. Dat in je omgeving... even oppassen, vriend, want anders kan je niet naar boven. Ja, zeker. Ja, dat zeg je wel eens. Ja, nou, je kan wel naar boven, maar dan heb je een probleem boven. Kijk, de islam zegt van dat jij een spiegel bent van je vriend of van je broeder. Dus als jij iets fout doet, dan moet ik zeggen, hey Hans, pas op hè. Want we moeten elkaar helpen, weet je. Want we zijn allemaal natuurlijk gewoon van mensen van vlees en bloed. Ja. We maken fouten. Maar goede vrienden, die helpen je. Zeggen, hey, wat je vorige keer deed, past daar wel mee op, man. Kom op, man. Weet je, herpak jezelf, weet je. Ja. En dan voel je weer die energie. En dan denk je, ja, tof dat ik mensen om mij heen heb die mij mentaal kunnen steunen op dat vlak. Nou ja, ik zeg dat... Ja, ik lach totaal niet zien, maar ja... Dit is voor het eerst dat ik echt gehoord dat je traint om... Ja. Naar boven te mogen. Ja, train in de vorm van goede daden. Ja, ja, ja. Ja, 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 dat daarom is... Dus in die zin, ja, jouw vraag was, ben ik bang voor de dood? Ik denk dat ik nog een beetje moet trainen. Maar geloof je nog in God, Hans? Of? Ja, wat ik net zei, ik vind... Het is moeilijker geworden. Ik blijf het bijzonder vinden om zulke gesprekken te mogen voeren... met mensen die je normaal gesproken nooit over deze onderwerpen hoort spreken. Normaal gesproken hoor je Hans spreken over de voetballerij... en de mensen in die wereld. Het past in de televisiewereld, dat is onze wereld een beetje, en ook in de voetbalwereld van de omhooglikkers en naar beneden schoppers. Ja. Ja, ik schop liever naar boven
En ja, likken. Waardeer respectvol naar mensen die gewoon veel voor je doen en keihard werken en die niet in de aandacht en in de picture staan. Ja, daar heb ik meer mee dan mensen die gewoon zo jaloers zijn als de kaleren. En, je kan niet tegen neppe mensen om je heen. Die ruik ik echt op 10 kilometer afstand. Ja. En ik heb ook liever na 2 minuten zo, we kijken elkaar recht aan. Ja. Jij kijkt me ook aan. Ja. Je kijkt niet weg. Ik heb ook wel, ik geloof heel erg in ogen. Ik kan na 10 minuten wel, heb ik van de 100 keer wel 99 keer bij het goede eind van die vertrouw ik of die vertrouw ik niet. Dat gevoel, een soort van zesde zin. Die is jaloers. Ja. Ik ben nooit jaloers. Ik vind het ook. En dat zou je eigenlijk van God mee hebben moeten krijgen. Ik vind het leuk als het met iemand anders goed gaat. Ja. Ik vind het leuk als iemand een goede uitzending maakt. Ik vind het leuk als iemand een goed interview maakt. Maar owee, als je zelf een keer 3, 4 goede interviews achter elkaar maakt, denk je ook. Kut, misschien krijgt hij volgende week wel weer een goede wedstrijd. Nee, ik vind het gewoon leuk. Ja, 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 als een collega van mij, Helene of Aleta of Fresia of Jan Joost. Ik vind het leuk als het met mensen goed gaat. Ik heb niet altijd de indruk dat ze het leuk vinden als het met jou goed gaat. Dat voel je? Ja. Ruik je. Ja, ja, ja. Ik vertel het nu, maar dit is misschien voor het eerst in 6 jaar dat ik dit vertel. Het is geen last. Nee, nee, nee. Maar, het is gewoon iets wat je meedraagt. Ja, maar het gaat een beetje over. Jij zet me nu aan denken. Ja. Over zaken. Waar je hem niet zo snel. Nee. Maar je ouders, die zijn er helaas, die zijn er niet meer. Waar denk je waar je ouders zijn nu? Ja, ik hoop in Utrecht op de begraafplaats. 80 meter waar ik ben geboren. Mm-hmm. In een klein flatje, vlakbij het FC Utrecht stadion. Daar is mijn vader begraven en mijn moeder is, die wilde gecremeerd worden, mm-hmm. maar die hebben we bij mijn vader in het graf gedaan. Ja. En ik hoop dat ze, dat ze voelen dat ze bij elkaar zijn. Daar hoop ik, dat ze daar zijn. En denk je dat ze in een hiernamaals zijn? Ja, ik zou je heel graag willen zeggen dat ik dat denk, maar ik hoop eigenlijk dat ze daar zijn. Ja. En daarom gaan wij er vaker in de zomer naartoe dan in de winter. Want in de zomer denk ik van, pa, ma, lekker warm hè, samen. En als het koud is, dan denk ik van, goh, ik hoop niet dat jullie het koud hebben. Dan staan wij met een dikke jas bij het graf, vlak onder die hele grote boom. En denk van, pa, ma, hebben jullie het niet koud? Ja. Dus ik hoop dat ze het niet koud hebben en dat ze elkaar hebben. Maar ik ga niet met jou mee. Of met jou nou, mee. Hoeft niet. Ik zou wel willen zeggen van, daar zijn ze. Nee. Dat gevoel heb je niet. Nee. Jouw ziel, jouw persoon. Het kan toch niet zo zijn dat in één keer de knop omgedraaid wordt en het is weg? Ik heb dan wel de. Wat je dan nu zegt. Ja. Ik heb wel de illusie dat er iets van mij voort gaat leven qua mentaliteit in mijn dochter. Mijn dochter woont in Wales. Mm-hmm. Met een, hele grote sterke rugbyspeler. Oké. Maar zou het kunnen dat dadelijk na de dood dat er wel iets is? Ja. Want waarom zou ik zeggen nee? Ja. Ik bedoel, er zijn hele, hele intelligente mensen of mensen met een heel, of geen intelligente mensen, maar met een heel mooi zuiver geweten. Ja. Die, als die er volledig in geloven, moet ik dan zeggen dat jullie gek zijn? Nee, maar ik hoop dat ik wat door kan geven en ik hoop dat mijn vader en mijn moeder het warm hebben samen. En warm in de goede zin van het woord. Heb jij het gevoel dat alles wat wij hier op aarde doen, je kan slecht doen, je kan goed doen, denk je dat we daar geen rekenschap hoeven voor af te leggen? Bijvoorbeeld als je een voorbeeld geeft, voor de mensen die niet in een God geloven, die zeggen van na de dood is er niks meer.
kan Hitler dan maar gewoon bijvoorbeeld 6 miljoen en zigeuners vergassen en joden en van alles en nog wat en komt hij er dan gewoon mee weg? Dit is wel een hele... En iemand die zoveel goeds doet, komt dat dan netto, zodra ze sterven, ja, nou ja, hetzelfde. Ja, dat is wel heel verschrikkelijk oneerlijk. Ja. Je moet er toch in Gods alle Jezus naam, dat je vader en je moeder 12 graven verder liggen dan die vuile klootzak. Ja. Dat mag niet hetzelfde zijn. Dat bedoel ik, ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat mag niet hetzelfde zijn. Maar, ja, nu hoop ik nog meer dat jij gelijk hebt. Ja, want hij moet, ja, dan moet God wel een beetje gaan zeven, hè. Jij gaat naar rechts en Hitler... Ja, schieten we nog één keer dood. Ik bedoel, stel je voor, iemand komt nu binnen. Hij maakt jou dood. Hij verkracht je vrouw. Hij berooft iedereen. En de politie pakt hem niet op, want heel veel misdaden worden nooit opgelost. Ja. Hij leeft gewoon vrolijk verder, heel zijn leven lang, en er is helemaal niks aan de hand. Ja. Hij sterft. Terwijl bijvoorbeeld iemand die heel zijn leven lang vrijwilligerswerk doet, en alleen maar goede dingen doet, en die sterft, en netto komen we op hetzelfde neer. Dat zou toch heel erg onrechtvaardig zijn. Ik hoop dat je gelijk hebt. Okay. Ik hoop nu echt dat je gelijk hebt. Ja. Ik hoop echt dat je gelijk hebt. Ja. Want dit is wel het ultieme voorbeeld. Zo'n... Jezus, ja. Dat moet vreselijk zijn, hè. Dat je vergast wordt, joh. Jezus Christus, dat je gewoon er nog bij bent. Oh. Ja. En dan mag je op dezelfde begraafplaats als mijn moeder. Ja, nee, dat kan niet. Die heel haar leven voor jullie heeft ingezet en voor je vader. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja, dus qua rechtvaardigheidsgevoel zou er een hiernamaals zijn. Daar ga ik helemaal mee. Ga je helemaal? Qua rechtvaardigheidsgevoel moet er een hiernamaals zijn. Ja, ja, ja. Ik begin weer een beetje naar mijn misdienaarstijd. Ja, ik heb de gelovige Hans weer ontdekt. Ja, maar, jij maakt mij nog jonger dan mijn vrouw. We gaan terug naar je. Het is ongelooflijk. Ik ga zo een step kopen. Jouw ex, ik had in een interview gelezen dat jouw ex-vrouw die heeft zelfmoord gepleegd. Ja. Dat lijkt me ook wel heftig. Hoe weet je dat? Niemand weet dat. Dat is wel... Mijn ex-vrouw die had ik al een jaar of 5, 6 heel weinig contact mee. Mm-hmm. Dat is ook wel vaak omdat je... Er zijn ook heel veel mensen die heel goed nog met elkaar zijn. Waar ik grotendeels voor verantwoordelijk was, omdat ik de verkeerde dingen heb gedaan. Ja. Dat we uit elkaar zijn gegaan, dat heb ik zelf verdiend. Het is mijn eigen schuld. Eigen schuld, ja, ja. Daar ben je niet trots op, laat ik zo zeggen. Nee, nee. Ja, en als jij dan hoort dat zij zo ongelooflijk gelukkig is met een andere man en zo over de oren verliefd is en dat vind je dan fijn. Mm-hmm. En als je dan hoort dat het van de een op de andere dag dat ze er een eind aan heeft gemaakt, dat is wel... Had je kinderen met haar? Of, nee. Had geen kinderen met haar? Nee, ik kan me herinneren dat mijn vrouw Sofie, die... Het was een hele... Ja, tuurlijk zijn we geweest bij haar uitvaart. Ja. Dat is wel heel apart, ja. Als je met iemand zoveel gedeeld hebt... Mm-hmm. En die maakt er een eind aan iets wat... Ja, grotendeels is het toch wel mooi om te leven. Ja. Ja, dat is. Ja, de meeste mensen die nu kijken toch wel zeggen van... Ik vind het voor 70-80% vind ik het leven toch wel mooi. Ja, ik ken weinig mensen die hun leven willen opgeven. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ja, toch gewoon... Ja. Toen je haar zag, zo een lijk, dood iemand. Wat... Ja, heb ik niet. Dan ben ik een lafaard, dat heb ik niet gezien. Nee. Dat durf ik nog niet eens. Kun je niet aan? Nee. Ik zei ook, ik heb 5, 6 jaar niet of nauwelijks gesproken. Maar dat is wel je vorige vrouw. Ja. En
waar je een kindje van haar, een jong jongetje, mee hebt opgevoed. Dus die zie je dan huilen, veel verdriet hebben. Ja, het, is, het leven is niet alleen maar leuk. Ik had deze niet aan zien komen. Oké. Okay. Ja. Ja. Wou je nog meer weten? Nee, ja, soms moet je het gewoon even een beetje laten, weet je, het gesprek ook niet doodpraten. Soms is het gewoon mooi om gewoon even stil over na te denken. Dus, Ja. Nou, ik wil nog wel even over wel positiever eindigen, hoor. Zeker. Oh, nee, niet stoppen. We gaan nu de Polonaise lopen, als kom. Ik stel altijd één vraag aan al mijn gasten, die komt elke keer terug. En dat is... in het begin van het gesprek zei je van, ik weet niet meer of er een God gelooft. Dat je bent dat eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Naarmate het gesprek vorderde heb ik je een beetje naar je jeugd gebracht. Waardoor je dacht, misschien. Stel je voor, je komt te overlijden. En er blijkt wel gewoon echt een God en een hiernamaals te zijn. Hoe zou je reageren, Hans? Ja, dan zou ik wel... dan zou ik wel... Als ik het ervaar... Dat ik hem tegenkom. Nou, we overlijden en het blijkt allemaal geen sprookje, maar God bestaat echt. Als ik hem dan zie, dan ga ik toch wel enigszins aan jou denken. Dan zou ik, als ik echt toegelaten word, dan zou ik wel zeggen van hallo, dit is mijn paspoort, ik heb wel een beetje getraind voor jou. Je hebt dat gesprek met mij gevoerd. Ja, en blijkbaar heeft u mij veel vergeven, want ik heb heel veel slechte dingen ook gedaan. Ja. Maar, Ik ga niet... Je hoeft niet te zeggen wat je nu gaat doen, maar... maar ik heb wel iets van... Ik ga nu toch wel eventjes al die graven af. Of Hitler niet in de buurt ligt. Anders dan schiet ik er zelf nog eentje doorheen. Ja, want anders... dat vind ik wel heel oneerlijk. Ja, die moeten niet in de buurt liggen. Nee, dat mag... Jij zegt, dat mag, ze mogen niet allebei dezelfde, maar... Ze mag ook niet in de buurt van jouw familie en mijn familie. Ook dat mag ver uit de buurt. Ja. Wat weet je eigenlijk van de islam? Weet je iets van ons geloof eigenlijk? Nou, dat... Gisteren zeg ik tegen mijn vrouw... Ja. Moet ik me daar niet een klein beetje in gaan verdiepen? Ja, voor deze... Wat meer? Ja. Heb ik niet gedaan. Vertel. Nee, heb ik niet gedaan. Niet gedaan, ja. Dat heb ik niet gedaan, want ik... Omdat... Ja, ze hadden het er samen over... Zeg, geef overal antwoord hoe je erin staat. Klaar, gewoon. Ja. En ja, ze zegt... Maar weet je iets van ons geloof? Weet je iets? Iets, maar ik moet eerlijk zeggen, niet heel veel. Wat ik... De Ramadan weet je wel bijvoorbeeld, ja, toch? Ja. Ja, en de Ramadan weet ik. Ja. En daar mag je ook mee trainen. Je mag ook... Ik heb voetballers meegemaakt die dan toch de Ramadan eventjes een dag uit mogen stellen en een dag extra de Ramadan mogen doen. Oeh, dat is een... Er zijn voetballers die wel... Kijk, er zijn voetballers die het doen, maar... Die tussen soms opgang en soms ondergang, toch, als ze moeten sporten, ontheffing hebben van God. Ja, van God weet ik niet, maar dat is nee, een... Nee, dat is niet goed. Het gebeurt wel. Nou, het gebeurt wel. Kijk, ik bedoel... Maar anders kan je niet sporten. Nou ja, ik bedoel, Mazraoui heeft in de Champions League avond, ik kan nog herinneren dat ding die tube had. Die vaste in de Champions League tegen Real Madrid. Ja. De kwartfinale, ja, was Real Madrid. Volgens mij Real Madrid. Ja, Real Madrid of Juventus. Rende die naar de zijkant en toen nam die zo'n tube. En dat was precies om rond een uurtje of rond een uur of negen. Want toen ging de zon onder. Toen mocht het? Nee, hij at niet. Die hele wedstrijd niet. Nee. Pas om negen uur toen de zon onderging. Toen is die... Ja, toen rende die naar de zijkant. Hij pakte die tube. Hij nam een hap en hij ging weer verder voetbal. Dus het kan wel, Hans. Zelfs Champions League wedstrijd is toch wel hard aan een training, Hans. Oké. Nou, knip dit er maar uit, hè. Weet je wie onze profeet is? Heb je de naam?
Nee. Oké. Okay. Profeet Mohammed, vrede zij met hem, wel eens van gehoord? Ja, natuurlijk heb ik van gehoord. Ja. Oké. Okay. Maar als jij nog meer vragen gaat stellen die ik niet goed kan beantwoorden, want het was vandaag gewoon weer zover dat ik vanmorgen onderweg op de A2 richting ESPN rij. Ja. En dan, dat zeg ik met heel veel liefde. Ja. Dan word ik ingehaald, want ik rijd nooit zo hard, door een auto met 4 Marokkaanse jongens. Ja. En één van die 4, die dat is Hansie. En hup, dat ding op de rem. Volle bak op de rem op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. En dan kom ik langs. Ja. Lopen. Hansie! Hey! Oude neuken. Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Nee, ik wens jou een nog vele gezonde jaren. En ik, als jij er niet meer bent, moeten er heel veel mensen ook op Sophie gaan letten namens jou? Of, Als jullie af en toe een uurtje vrij hebben, ja, zou je even langs kunnen rijden Sophie hier? Sophie mag geen man in het huis vreemde meer, hè? Vreemde auto's, gelijk naar binnen gaan. Hans, ik wens jou nog vele gezonde jaren. En ik wil je bedanken dat ik dit gesprek met jou mag voeren bij je thuis. En ik hoop je in de toekomst nog vaak te mogen tegenkomen. Ik vond het heel erg leuk. Ja. En heel erg leerzaam. En ik hoop niet dat de mensen denken van... Wat een rare roos is dat. Nee joh, absoluut niet. Als... En als het wel eens wist, ook prima. Dankjewel. Dankjewel. Nog één ding. Geef een beetje tegengas aan Johan Dijks. Als hij met weer van die racistische uitspraken komt van... Mogen geen Marokkaanse jongens meer dan zoveel bij een amateurclub en zo. Kom op, Hans. Ja, ik geef altijd tegengas. Ik heb hem wel eens één op één. Ja. Het komt even uit niks. Ja. Johan Derks is geen racist. Hij ging wel een beetje te ver toen hij zei van... er mogen niet meer dan zoveel Marokkaanse jongens binnen een club zitten. Dat ging wel een beetje ver, Hans. Kom op. Dat weet jij ook wel. Die kon niet. Ik heb toen ook gezegd dat ik een hele goede... het wordt veel te lang. Ja. Dat ik juist het tegenovergestelde heb. Ik kan heel goed als trainer zijn... ik heb eigenlijk zoveel mogelijk Marokkaanse en Turkse en Surinaamse jongens in mijn elftal. Ja. Waarom Marokkaanse jongens? Als je in de mentaliteit... Ik vind dat je wel een klein beetje mag verdiepen als trainer zijnde. Ja. Als je met meerdere Marokkaanse jongens of één Marokkaanse werkt. Van hoe... Zouden zij nou, hoe heb je het meest aan ze? Hoe reageren ze? En hoe reageren zij als een groep wordt aangepakt? Ja. Hoe reageren ze als jij kritisch bent één op één? Ja. En ik heb me daar wel flink in verdiept. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we hebben een geweldige voetballer bij Linde gehad, Appie Lukili uit Utrecht. Mm-hmm. En dat vonden ze lastig en een vervelend mannetje. En ik zeg altijd, als lastig en vervelend betekent eerlijk, geef mij er dan 15. Ja. Ja. En in verdiepen betekent... Een Marokkaanse voetballer, een jongen, die kan alles hebben zo. Ogen kijken. En nou wil ik dat je Appie verdomme, je gaat mee verdedigen, anders heb je echt een probleem. Ja. En ik wil dat jij... dat heb ik voor de eerste competitiewedstrijd. FC Linde, Jong Vitesse. Hij zegt, trainer, ik kan alles van u hebben, omdat u mij aankijkt. En mij niet in een hele groep afbrandt. Volgende dag, alsof... Van boven de trainingspunten werden gehaald. Ja, 89ste minuut, 1-1. FC Linde, Jong Vitesse, Appie Lukili. 4000 mensen in Linde, maakt de winnende goal. En wie springt er in mijn armen? Appie Lukili. Appie Lukili en ik gaan allebei naar boven. Hans, dit was een prachtig einde van het gesprek. Ik dank je hiervoor. Ik vond het echt tof om met jou dit gesprek te voeren. En zou zo'n gesprek met Johan Derks niet een keertje leuk zijn? Zou wel kunnen helpen dit, of niet? Ik garandeer je dat hij het... Dat hij je met open armen ontvangt. Ik weet zeker dat jij welkom bent in Grollo. Top, dankjewel.